een feestjaar rond de viering van Alkmaar ontzet 450 jaar... laat Grootse Alkmaar TV niet ongemerkt aan zich voorbij gaan. In deze speciale aflevering in samenwerking met de gemeente Alkmaar... wandel ik met burgemeester Anja Schouten over het bolwerk... praat Theo met Frits Westerkamp, voorzitter van de 8 Oktobervereniging... over de viering, vragen wij aan toevallige voorbijgangers hoe zij... het jubileumjaar beleven en viert collectief blauwdruk. Ontzet op hun eigen manier. Vandaag loop ik een rondje met burgemeester Anja Schouten over het Clarissebolwerk. En Anja, jij weet waarom het Clarissebolwerk het Clarissebolwerk heet. Kijk, weet je, we vieren natuurlijk hartstikke veel dit jaar. En dat moeten we vooral ook doen, want vier wat je vieren kan, hè. Maar in de aanloop ernaartoe zijn er natuurlijk wel wat dingen gebeurd. En een van de dingen die gebeurd zijn is dat de Geuzen, onze helden... Hè, waren ook wel tamelijk barbaarse woestelingen. En die hebben uit nijd met de katholieken het klooster verwoest. En dat hebben ze hier gebruikt om een bolwerk van te maken? Of? Nee, dat is een andere abdij. De abdij van Egmond, ja, daar heeft Willem van Oranje de opdracht voor gegeven... breek het af, breng de stenen hier naartoe. En ik denk dat we daar nu oplopen. Want de keien van de stenen van de abdij... zijn gebruikt om de verdedigingswerken van Alkmaar te doen. En zo zie je de tranen van Egmond, de vreugde van Alkmaar. Een aantal afleveringen geleden hadden we het erover... hoe tof het is om als burgemeester... op het moment dat de stad een feestelijk historisch herdenkingsjaar... heeft om dat mee te maken. Ja. Kan je nog even in het kort zeggen waarom het belangrijk is... dat we 450 jaar ontzet vieren en herdenken? Ja, ik ben ervan overtuigd dat je je geschiedenis moet kennen... om je toekomst goed te kunnen maken. Ja, eens. Dus dat is één. Twee is, Alkmaars ontzet is natuurlijk ons feestje... maar maakt deel uit van een veel groter aantal gebeurtenissen... die we nu de geboorte van Nederland noemen. Ja. Er zijn... Als Alkmaar niet de Spanjaarden had verslagen... had Nederland, zoals we dat nu kennen, nooit ontstaan. Nee. En het mooie is dat als je goed kijkt naar die geschiedenis... dat er toen gestreden werd voor waarden... die ook nu nog steeds ongelooflijk belangrijk zijn. Zullen we kijken of we ze nog kennen? Ja, ik ken ze nog. Vrijheid, bescheidenheid, verbondenheid en verdraagzaamheid. Heel goed. Ik wil er eigenlijk nog een vijfde aan toevoegen. Ja? En dat is veiligheid. Ja. En dat past een beetje bij de plek waar we nu lopen. Want het bolwerk is natuurlijk een vestingwerk om de stad veilig te houden. Ja. Hoe zorg je er als burgemeester voor dat de burgers van nu, van 2023, zich veilig voelen in de stad en daarbuiten? Ja, dat is eigenlijk mijn dagelijks werk. En het is goed om daar verschillende fases in te doen. Wat je probeert te doen is zoveel mogelijk aan de preventieve kant. Ja. Dus we doen eigenlijk ontzettend veel om mensen te leren hoe ze digitaal veilig blijven. Via de bibliotheken en opleidingen. Nou, iedereen weet inmiddels dat hij zijn hangersluitwerk op orde moet hebben. Maar dat is allemaal preventie op veiligheid. Ja. Maar veiligheid zit hem ook in. We gaan de prachtige feesten hebben met elkaar. Ja, dan is crowd control bijvoorbeeld ook een heel belangrijk element van veiligheid. Maar als je een goed feest neerzet en je organiseert het goed... dan komt er ook verbondenheid, toch? Tussen absoluut. De mensen en het publiek wat komt. Ja, dat is, kijk, je maakt samen iets mee. En als je samen iets meemaakt... dat leidt tot inderdaad een verbondenheid en een saamhorigheid. Ja. Ja, die cruciaal is. Die toen cruciaal was, hè? Want bedenk even hoe de verbondenheid en de samenhorigheid van die Alkmaarders moet zijn geweest. Toen ze hier stonden, hier, letterlijk hier. Om die Spanjaarden weer van die muur af te duwen. Met mannen, met vrouwen, met kinderen, met pek, met veren, met pies, met poep. Met wat ze ook maar voor hand hadden. Maar die verbondenheid... Wacht, ze gooiden met poep, echt? Ja, alles werd gebruikt. Alles werd gebruikt. Oké. Okay. Maar die verbondenheid en die saamhorigheid, die hebben we nu natuurlijk ook nodig. Want... ook wij zitten nu in een tijd waarin waarden... waarin de grote veranderingen op ons afkomen... of waarschijnlijk zitten we er middenin. Ja, als we dat allemaal voor zich moeten doen... dat gaat niet werken. We moeten het met z'n allen doen. Ja. En daarom zeg ik ook van... ken je geschiedenis, weet wat er speelt...
En een van de belangrijkste lessen is, misschien is dat wel mijn vijfde V. Vieren wat je vieren kan. We zitten nu halverwege, ruim halverwege het jaar van 450 jaar ontzet. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. En er komen nog heel veel activiteiten. Ja. Heb je tips waar we heen moeten? Ja, ik heb één heel belangrijk tip. Ga naar de website. Ga naar de website alkmaarprachtstad.nl. Hij komt ook onder in beeld. Want er is zoveel te doen. Ja. Voor jong, voor oud, voor jong en oud samen. In je buurt en juist iets verder weg. Ga erheen, geniet ervan. En drink een kopje met elkaar. Want het gaat over genieten van de activiteit. Maar het gaat vooral over ontmoeten. Ontmoeten. Niet alleen in de stad, maar ook daarbuiten. Ook zeker daarbuiten. Oké, Anja. Leuk gesprek. Historisch, feestelijk. En informatief. Ja. Tijd voor een bakkie. Tijd voor een bakkie. Hey. Oké, jij bent? Ik ben Mariet Buiten. En, ik woon sinds 1970 in Alkmaar. Ik ben hier komen wonen omdat ik hier op de avondschool ging. Mijn werk was hier. Ik ben hier gaan werken vanwege die school. En mijn kamer. Alles speelde zich hier eigenlijk af, in dit stukje Alkmaar. En waarom staan we hier? Ja, mijn onzichtbare monument is hier. Hier op straat zag ik voor mijn fiets een briefje van 25 gulden liggen. Ik heb geaarzeld, maar ik ben niet gestopt om het op te pakken. Ik ben denk ik te streng opgevoed, waardoor ik dat niet durfde. Maar nu elke keer als ik hier ben, dan denk ik, waarom heb ik dat niet gedaan? Ja. Had ik maar. Meer dan 50 jaar geleden en elke keer toch weer die gedachte. Ja, nog steeds. Nou, bedankt dat je dat onzichtbare monument wilde delen met ons. Graag gedaan. Jarenlang zwoegden en zwegen onder het juk van de Spaanse bezetter. Ja. Steeds weer die vernederende martelgang. Zo vaak zong ik weer dat ene helse regeltje. Ik zong het in de rij bij de slager, op het schoolplein, op de kaasmarkt. Terwijl wij moesten toekijken hoe de Spaans-Nederlandse vlag gehesen werd. Den koning van Hispanje heb ik altijd Ik sta hier vanmiddag met Tijn van het collectief Blauwdruk. Ja. Tijn, jullie zijn bezig met de voorbereidingen voor een stuk wat jullie hier gaan spelen. Dat klopt, ja. Vrij van Verzet gaat het heten. Ter ere van het 450-jarig ontzet. Ja. Ja. En waar gaat dat dan eigenlijk over? Want Vrij van Verzet... Ja, dat is... Ja, nou ja. Van 450 jaar geleden of van nu? Dat hangt er een beetje tussenin. Eigenlijk willen we een soort brug slaan van... vroeger naar nu en eigenlijk ook naar de toekomst. En dan rondom de thematiek vrijheid. Ja, en dat betekent dus dat je voor het publiek zeg maar de brug gaat slaan van 450 jaar geleden naar het heden. Precies. En dan ook op deze historische plek. Deze historische plek, ja. Hopelijk met dit soort lekker zonnig weer. Ja. Ja, we staan op de plek waar vroeger het kasteel van Floris de Vijfde stond. Dat staat er nu niet meer, maar er is nog wel iets van de contouren te zien. Zo. Dus dat is een belangrijke historische plek. Het stuk is opgebouwd uit twee Alkmaarse soldaten en één Spaanse gevangene. Dus die Alkmaarse soldaten die mogen vlak na het ontzet voor het eerst weer die stadsmuren uit. Dus dat gaan ze doen. Ze beginnen de stad uit te lopen, door de modder, vierend. Een beetje de spullen nog oppakkend die de Spanjaarden hebben achtergelaten. En dan uiteindelijk komen ze aan op de plek waar het kamp was van de Spanjaarden, wat overigens ook hier ergens was in Oudorp. En daar vinden ze ineens een Spaanse soldaat die met een voedselkar die vastzit in de modder en die niet meer wegkomt. Okay. En dan wordt de vraag, ja, hoe zit dat nou? Hoe ga je daar nou mee om? Als je gelooft in die vrijheid, je bent zelf net bevrijd, wat doe je dan met zo'n Spanjaard als je die vindt? Neem je die dan gevangen? Maar ja, dat is dan weer niet zo heel vrij. Dus dat wordt een ingewikkelde kwestie. Ja, we zitten hier met het collectief Blauwdruk. Niet alleen zitten, maar ook staan, hè? Met de Godfather, heb ik begrepen. Ja, zeker weten. Ja. Want jij schrijft dit stuk.
Ja, klopt. Ja, ja. Ik ben vaker bij Blauwdruk als regisseur of eindregisseur betrokken. Ja. En voor deze voorstelling hebben ze me gevraagd om de tekst te schrijven. Dus dat, maar ik begreep ook dat de tekst zich ontwikkelt, zeg maar, tijdens de repetities van het stuk. Ja, voor 90% ligt de tekst er nu. En we zijn hem nu aan het repeteren en ontstaan er allerlei grapjes nog en dingen. En hebben we het over de inhoud. En dan denken we, oh, moet er toch niet nog een zin bij om het nog scherper te krijgen. Dus zo blijven we hem wel ontwikkelen. En jullie zijn het collectief Blauwdruk. Ja. En jullie treden vaker op hier in de buurt. Vooral op dit soort locaties het liefste. Zeg maar op locaties die historisch iets betekenen of... verbinding hebben met het stuk wat jullie spelen? Ja, ja, klopt. We maken locatietheater. En daarbij willen we eigenlijk dat de locatie inhoudelijk ook iets met het stuk, met de thematiek, met onze personages te maken heeft. Dus een historisch stuk over 1573. En hier hebben, dat was in deze polder, dat de Spanjaarden Alkmaar aan het belegeren waren 450 jaar geleden ongeveer nu. Dus vandaar dat we dan deze locatie uitkiezen om daar dat verhaal te vertellen. En niet in een schouwburg of in een ander theater. Ja. Ja, haast om kaart te komen, want voor je weet zijn ze weg. Ja. Ja. Dus is het er van kwart uitverkocht? Ja, zoiets. Ja, het gaat keihard. Ja. 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 Nou, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. Dankjewel. En ik denk dat ik zelf ook wel even kom kijken. Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk. Ja. Neem al je buren, vrienden, Spanjaarden mee. Ja, precies. Al je Spanjaarden. Tot ziens in ieder geval. Ja, dankjewel. Vrijheid, wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat je kunt doen en laten wat je wil. Ja. Dat is heel belangrijk, toch? En je mag je kleuren en kleden zoals je zelf wil. En weet je waarom we 450 jaar vieren eigenlijk? Ja, ja, door de Canadezen. Het Spaans verzet, had het daar iets mee te maken? Iets met de Spanjaarden, dat weet ik wel. We hebben de Spanjaarden verjaagd, dacht ik. Nee, Canadezen, want daar hebben we het Canadaplein. Heb jij ooit het ontzet van Alkmaar gevierd? Jazeker, ja, ja. Vooral vroeger. Ja, dan was 8 oktober was het festiviteit natuurlijk. En vooral de avond ervoor. En de optocht. Je ging naar de optocht en je ging naar de kermis met je vader en moeder. En dat was ook heel erg leuk. Wat gaat u doen? Zeker meevieren. Zeker meevieren. Maar, ik ben echte Alkmaarder, dus we gaan voor alle feestjes mee. Nou, ik zal zeker iets meemaken van het Alkmaarder ontzet, ja. Een optreden van een bandje op de kaasmarkt of hier in de buurt. Bij de kerk heb je een grote festijn altijd met een optreden van een band waar ik altijd wel heen ga. Wij vieren eigenlijk altijd feest hier op het Wagenplein. Met onze vrienden, familie, ouders. Hier in de stad, gezellig met z'n allen. Ja, dan ging ik altijd met de stad, ging meelopen. Altijd een kijkje nemen. Vrienden van mij deden ook mee bij de band daar. Dus dat vond ik altijd wel leuk om mee te kijken. Op de paardenmarkt heb je ook nog een grote tent met optredens en Alkmaars artiesten. Dus daar ook nog even kijken. Met het hele gezin eigenlijk. Mijn moeder die nemen we mee en mijn zussen. En dan staan we met z'n allen langs de lijn eigenlijk te kijken. En mijn man die is er ook bij. Zeker als je Alkmaarder bent, dan hoor je daar wel bij te zijn. Ik vind het heel normaal om daarbij te zijn. Het is ook leuk om er te zijn. Vermoedelijk wordt al zo'n 450 jaar Alkmaars ontzet gevierd. Sinds jaar en dag is de 8 oktobervereniging het hele jaar druk bezig met de voorbereidingen van de feestelijkheden in de stad Alkmaar en daarbuiten. Dit is een speciaal jubileumjaar. En Theo praat met Frits Westerkamp, voorzitter van de 8 oktobervereniging, over wat daar allemaal bij komt kijken. De Spanjaarden belegerden Alkmaar 7 weken lang. En toen op 8 oktober 1573 kregen ze natte voeten en ze dropen af. De victorie van Alkmaar, 450 jaar geleden. Een jubileumjaar. Frits, is zo'n jubileumjaar nou anders dan andere jaren in de voorbereiding van 8 oktober? Ja, het voelt zeker anders. We gaan natuurlijk wel heel veel van dezelfde activiteiten organiseren. Maar we gaan toch kijken hoe je daar toch dat 450 jaar Alkmaar ontzetverhaal aan kan geven. Want al die evenementen organiseren, dat is al een hele klus. Ja, ja. Normaal altijd elk jaar. Met 450 wat speciaal. Maar goed, vanuit de stad zijn natuurlijk ook enorm veel initiatief gekomen. Van inwoners, van verenigingen. Dus het is niet straks alleen die week rond 8 oktober. Maar we zijn nu al begonnen. Ja, ja, een heel jaar al eigenlijk. Hè? Eigenlijk al een heel jaar. Op het moment dat het 8 oktober 2022 was, begon het jubileumjaar. De vereniging, hoe lang bestaat de 8 oktober vereniging?
Oh ja, dat vind ik altijd zo lastig. Ja. 1861, als ik het goed heb, is ooit de vereniging opgericht. Het waren toen nog een paar andere verenigingen. Op een gegeven moment zijn ze samengegaan. Maar sinds die tijd vieren we Alkmaar Ontzet. Oké. Okay. En hoe lang ben jij er al bij? Ik ben vanaf, ik ben er eigenlijk al bij vanaf de geboorte dat ik hier in Alkmaar geboren werd. Want ja, als goede Alkmaarder vier je altijd Alkmaar Ontzet. Maar in het bestuur van de vereniging ben ik in 2018 gekomen. En in 2019 ben ik voorzitter geworden. Wat is jouw eerste herinnering van het 8 Oktoberfeest? In mijn jeugd kwam de grote middagoptocht nog door de Emmerstraat. En daar had mijn vader zijn praktijk. En konden wij dus vanaf het balkon van het huis konden we naar de optocht kijken. Oké. Ja. En op een gegeven moment gingen we natuurlijk zelf meedoen met de jeugdoptocht. Ja. Oudere broers, dus dan werd je al gauw meegesleept. Ik las dat de 8 oktober, dat is een feest voor de Alkmaarders en door de Alkmaarders. Klopt. Dat heb ik gelezen in jouw nieuwsbrief. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, wat we bedoelen ermee, dat het het feest van de Alkmaarders is. Maar het wordt georganiseerd door Alkmaarders. Want wij zijn natuurlijk een bestuur met 11 man. Maar alleen redden wij dat niet. Nee. Dus we hebben, ik denk zo ongeveer 600 vrijwilligers. Alkmaarders ook uit de omgeving, die dus helpen om dat feest voor de Alkmaarders te maken. Ja. Ik las ook in jouw nieuwsbrief dat de 8 Oktober vereniging de grootste vereniging is in Alkmaar. Klopt dat? Of ja, en de coronatijd heeft ons geholpen, want toen zijn we veel meer op social media gegaan. Ja. En toen zijn we gegroeid van, meestal zaten we zo rond de 4000 leden, we zitten nu al boven de 5000 leden. Dus dat is nogal een vereniging. Ja, ja. Een feest voor alle Alkmaarders. Ik geloof dat er bijna 100.000 inwoners in Alkmaar wonen. Meer dan 100.000. Kan je die er allemaal bij betrekken? Ja, dat doen we wel. Ja? Het is natuurlijk niet iedereen komt. Hè, want dan zou deze stad wel heel vol zijn. Maar wat we ook nu weer zien met 450 jaar Alkmaar Ontzet. Ook in de buitenpoortengebieden van Alkmaar. Die nu ook bij Alkmaar horen. Worden ook dingen georganiseerd, doen ook scholen mee met de Ontzetbox. Dus je ziet nu al met de activiteiten veel meer in de wijken ook. En vanuit de wijken, dus ja, dat is gewoon prachtig. Ja. Maar de kern van het feest, echt 8 oktober, dat is echt wel hier in het centrum. Iedereen komt ook gewoon naar het centrum. Ja. Dat is de plek waar het plaats zit. Wat voor festiviteiten worden er allemaal georganiseerd? Ja, we hebben natuurlijk echt onze klassiekers. Dat is, dat was vroeger ook het ontbijt, maar dat is nu de Ontzetbox. Dat is de jeugdoptocht, dat is de grote middagoptocht. Maar het is eigenlijk de avond ervoor ook al de kranslegging hier bij het Victoriebeeld. Waarbij scholen, kinderen van scholen dus het verhaal eigenlijk naspelen. Ja. En dan vindt de kranslegging plaats. Dan uiteraard de avond ervoor de lampionnenoptocht. Dat is echt natuurlijk fantastisch, al die kinderen. En dat vind ik wel het mooie, dat zie je vooral de laatste jaren. Dat de vereniging ook veel meer nu samenwerking heeft met andere clubs. Met het Stedelijk, met Artillance, met het Gilde Alkmaar, met de Stadswandelingen. En dat is mooi. Dat is ook mooi om te zien dat dat steeds meer samenwerking wordt. En daardoor versterk je alleen nog maar steeds meer dat voor Alkmaar is door Alkmaar is. De samenleving verandert heel snel, hè? Zeker. Als je nou kijkt naar 30 jaar geleden, zie je dan een verschil in het feest vieren? Ik denk dat vooral de laatste jaren heel erg gegroeid is dat iedereen ook in de stad komt. Toen ik aantrad, toen noemde ik het ook, het is ook het feest van het, tussen aanstekens, herontmoeten. Okay. Want ook al ben je uit Alkmaar weg, als het even kan, kom je op 8 oktober gewoon terug. Want dan zie je ook weer mensen vanuit je lagere school, middelbare school en noem maar op. Wat ga je doen op 9 oktober? Nou, op 9 oktober genieten we altijd heerlijk, ieder voor zich, na van dat fantastische feest. Want ook dit jaar zal het weer geweldig zijn. Het is echt, als ik dan door die stad loop en zie hoeveel mensen er zijn om te genieten. Als ik dan op het bordes ook met onze burgemeester mag staan. En je kijkt die lange straat in en je ziet daar al die mensen staan wachten voor die grote middagoptocht. Ja, mooier kan het gewoon niet. Mooi. Ik wens jou een mooi feest toe. Dankjewel, Theo. Ja, en ik wens jullie het genieten toe. Dankjewel. Een goed Ontzet, zeg ik dan maar. Een goed Ontzet, ja. Mooi. Ja.
En wist u dat Holland ook een beetje ontstaan is in deze tijd? Ja, want ik heb de Alkmaarkalender lees ik elke dag door. Want we lopen ook mee in de optocht. Dus, Kijk. Ja. Laatst bij de abdij in Egmond ook gevierd. Want daar vrijwilligerswerk gedaan. En zodoende kwam ik achter dat het een bijzonder jaar was. En ik hoop ook dat er een eindfeest komt met muziek. Want het is toch wel iets echt voor Alkmaarders om samen te vieren, denk ik. Ik denk dat het ook gewoon een hele leuke iets is voor bij kantoren en dat soort dingen. Om gewoon even iets samen te doen waarover bij stil te staan natuurlijk. Want het is wel... het is wel een groot iets, denk ik wel. Ja, leuk dat wij dan nog vier een dagje vrij hebben, hè? Ja, mooi, hè? Wat gaat u nou doen, gewoon, met 450 jaar? Ik moet kijken... U bent dan naar de kapper geweest, dus... Dat ziet er dan netjes uit, natuurlijk. Logie erop. Dan ga ik even kijken wat de mogelijkheden zijn, want het is wel leuk. Ja. Lekker zitten, dom kijken. Ja. En dat zijn belangrijke dingen, een beetje feestvieren. Ik heb dan zo'n mooie sjaal van 8 oktobervereniging. Van 8 oktobervereniging. Ik ben ook al 100 jaar lid van zo'n beetje. Ja. Dus dat is ook wel leuk om dan weer een beetje op te vallen, laat ik het zo maar stellen. Ik weet nog niet precies wat er allemaal gaat gebeuren, maar ik vind het wel echt leuk. Want het is natuurlijk wel echt een feestdag. Ja. 450 jaar is toch ook echt wel iets waarvan ik denk, dat is wel speciaal. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze special over Alkmaar Ontzet 450 jaar. Dank aan onze gasten. Dank aan het Huis met de Kogel. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Alkmaar. Bekijk onze reguliere uitzendingen elke dag om 11 uur 's ochtends en 11 uur 's avonds op Alkmaar Centraal. Of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Van Groots Alkmaar, de victorie! Wist je dat er in dit jubileumjaar heel veel activiteiten worden georganiseerd? Natuurlijk wist je dat. Een overzicht vind je in onze agenda op grootsalkmaar.nl. Kijken dus.